allerliefste werk ik in Arduin. Dat vind ik een betrouwbare steen. Het komt niet zo vaak voor dat je de steen kapot hakt. En dat wat je voor ogen hebt, het komt meestal uit. Bij soorten steen, speksteensoorten, heb je soms dat het afbreekt. En als een steen een beeld afbreekt in de eindfase, dan kun je wel janken. Ik heb die vogel ook gemaakt, gedeeltelijk machinaal en voor het grootste gedeelte gehakt. Maar die heb ik in de eindfase van de vleugels, heb ik die ook in een bak gelegd met zand, met scherp zand, om voldoende ondersteuning te krijgen voor die vleugels en het risico van breuk te vermijden. Ik vind het heel mooi, zoals de verschillende beeldhouwers, verschillende soorten stenen, zoiets moois maken. Zoiets creatiefs. Het is abstract, soms heel concreet. En een geweldige ambiance hier, waar de beelden allemaal eigenlijk heel goed tot uiting komen.